Nee. Nee, dit meen je niet. De Method Feeder Starterskit. Check. Cute. Ik word gecontroleerd. Yes, op mijn vergunning. Ah. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Wat leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe vlog van mij. En ja, lieve mensen, ik heb iets speciaals. Ik heb hier de Method Feeder Starterskit. Check. Een super mooi doosje met allemaal benodigdheden om gewoon een dagje te kunnen met dat feeder vissen. Kijk, een madenbak, wafters, een method feeder, onderlijnen, XC-stems en pellets. En ja, deze kit hebben wij nieuw op de markt gebracht. En ik mag hem vandaag gaan testen. Ik ben echt helemaal back to basic. Basic, klapstoeltje, onthaakmatje, schepnetje, hengeltje. En ik ga deze boxes testen. Ik ben eens benieuwd. Ik ben ook bij een heel schattig watertje overigens. Kijk. Zo'n rond watertje. Ik heb al een paar vissen zien springen. En een compleet nieuw water voor mij. Dus ik ben eens benieuwd. Ik weet wel dat er karpertjes zwemmen. En F1'tjes. Ik zag net al zo'n visje zo aan de wateroppervlakte het een en ander wegzuigen. Dus ik ben eens benieuwd. Ja, ik ben altijd zo'n persoon die altijd spullen neerknallen. En het liefst al gelijk een hengel ingooien. Maar ja, ik had weer zo'n momentje. Maar ik zit onder een boom, is niet handig. Dus ik ga even mijn spullen verplaatsen. Ik heb al serieus een paar vissen zien springen. Ik word helemaal gek, joh. De kit. Oep. Zoals ik al verteld had, er zit een bak in. Met een beetstrainer om je pellets te weken. Er zit een zak met 2 mm pellets in. Die we trouwens even moeten weken zometeen. En oep. In dit doosje zitten alle kleine benodigdheden in. Er zitten 3 soorten wafters in. Kleine, middelmatige en grote. Er zitten onderlijnen in. Ik heb toevallig de onderlijnen met een elastieke bandje. Maar het kan ook zijn dat je met zo'n bainetje hebt. Met zo'n ja, ijzer dingetje. En er zitten XC-stems in. En 2 feedertjes. En je hoeft natuurlijk niet zo'n hele zak op te maken. Stel je voor dat het in één keer op is, dan maak je gewoon weer nieuwe. Dus die pelletjes zitten nu zo in die beetstrainer. En dan moet je wat water opgooien. En dan moet je die laten weken. En hoe lang moet je die dan laten weken? 2 mm pellets, 2 minuten. Wekker, stopwatch, start. Oké, ik heb hem op start gedrukt. Dus even wachten maar. Zo, de 2 minuten zijn voorbij. Wekkertje uit. De pellets, ja, die hebben water opgenomen. Woep. Dan is de bedoeling dat je die beetstrainer er gewoon zo uithaalt. Even uit laat lekken. Nou, het water is helemaal uitgelekt. En dan doe je je pelletjes gewoon in dit bakje. En dan zijn ze klaar voor gebruik. Maar ja, nou moet ik mijn hengeltje nog opbouwen, stek bepalen en dan heel gauw een vis vangen. In de box zitten 2 28 grams hybrid feedertjes. Ik heb het elastieke dingetje er al doorheen getrokken, maar hoe monteer je dat nou? Ja, dat dopje kan je ervan aftrekken aan de bovenkant. Die schuif je over je hoofdlijn heen. En dan moet je even een lusje maken. En dan kan je hem daar in hangen. Nou, een lusje, niet al te groot, niet al te klein. Even goed aantrekken. Dat dingetje even afwijzen. Hang je dat haakje, zo, het lusje erachter. En dan schuif je het dopje eroverheen. En nou ben ik eigenlijk al klaar om mijn stek te gaan bepalen. Ik doe overigens ook altijd zonder onderlijntje uitgooien. Want ik wil eigenlijk een beetje richting de rietjes daar gaan vissen. Kijk, hier richting die rietkraag vissen. En als je dan met onderlijn ingooit in de rietkraag, ja, dan hang je helemaal vast. Dus dat is niet zo handig. Dus altijd zonder onderlijntje ingooien. We gaan er eens even kijken of ik er iets van bak. Ik heb nu de eerste keer gegooid en redelijk dicht richting de rietkraag. Wat ik dan doe, ik haal wat extra lijn van mijn spoel af en dan klip ik hem en dan gooi ik hem nog een keer. Kijk hoe dicht ik dan bij de rietkraag ben. Ik
Weet je wat nou grappig is? Ik heb mijn stack bepaald en ik heb net al een heel riedeltje verteld over onderlijntje eraan hangen. Heb ik mijn camera niet op record staan? Oké, okay, ja. Er zitten van deze onderlijntjes bij met een elastieke bandje. Ik vind het ideaal. Dan heb je hier een haakje. Daar hang jij je onderlijntje achter. Hop. En ik heb als berichtjes van mensen gekregen, Anja, ik raak mijn onderlijnen kwijt. Nou, je ziet hier dit soort van kokertje. Die moet je dus daar even overheen schuiven. Want anders raak je inderdaad je onderlijntje kwijt. Hoppa. En dan heb je in het pakketje drie verschillende soorten wafters. Klein, middel, groot. Ik ga met de middelste beginnen. Ik heb iedere keer wat met vloggen. Eén de keer zijn ze aan het gras maaien. De andere keer zijn ze een boom aan het omzagen. Vandaag zijn ze aan het verbouwen. En ja, ik kan dat niet weg editen. Sorry mensen. Eerste laagje. Druk daar mijn haakaasje en mijn waftertje in. Nog een laagje. En smikkelen maar. Er hangt iets aan. Ik was natuurlijk zoals gewoonlijk weer wat anders aan het doen. Een filmpje op aan het nemen voor Facebook en Insta. En in één keer heb ik deze. Oh, een mini. Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd. Kijk eens how cute. En met de gele dumbbellwafter zo voor in het bekje. Oh, hij is echt cutie. Nou, dat was echt mega snel. Ik ga het rieltje gewoon weer nog een keer herhalen. En dan gaan we eens kijken of we er nog een kunnen vangen. Ik ben ervan overtuigd dat het goed komt vandaag. En jullie weten het, als er één vis over de dam is dan, volgen er meer. Ik heb het idee dat hier veel kleine één karpertje zwemmen. Ik ben altijd een beetje gevoelig voor zwaar haakaas. En ik heb nou die 6 mm eraan hangen. Ik heb nog kleinere dumbbellwaftertjes. Dus die ga ik eventjes proberen. Gewoon even een ander onderlijntje gepakt en ik hang hem er alvast even in. Ik heb het idee dat kleinere visjes het makkelijker op kunnen zuigen. Dus het kleiner. Maar laten we eens even proberen. De grote basis gearriveerd. Ondertussen en vissen en fotootjes schieten. Voor de campagne. Zo, en nummer 2 hangt er ook aan. Weer een mini. Zo, dit is de tweede van vandaag. Weer een cutie. Ja. Ik ga de rest ook nog eventjes vangen. Bewijs wel weer dat zo'n vissen met de tweede een prima systeem is om een paar vissen te vangen. Daar heb ik nergens de tijd voor om even lekker te lunchen. Ik dacht dat het F1'tjes waren, maar de kenner hier naast mij die heeft verteld dat het giebeltjes zijn. Oeh, meer een vis, weet ik veel. Ze lijken allemaal op elkaar. Maar super schattig visje. Zo zie je dat je met een heel basic setupje hele leuke visjes kan vangen. Hallo, goedemorgen, middag denk ik. De visserijwet 1963. Ja, ik word gecontroleerd. Yes, op mijn vergunning. Je bent heel enthousiast. Ja. Dat is sowieso wel een goed teken. Nou, ik ben door de keuring heen gekomen. Ik ben geslaagd voor mijn vispas. Ik heb langzamerhand 3 vispassen bij verschillende verenigingen. Zodat je op meerdere watertjes mag vissen, zeg maar. Ja, en ik ben altijd een gelukkig mens als ik gecontroleerd word. Ik word altijd stiekem ook wel een beetje zenuwachtig, want klopt het allemaal? Maar je kan dus in je visplanner app, kan je al je vispasnummers inzetten. En dan zie je gewoon overal waar je mag vissen. En dit kleine dumbbellwaftertje, de mini, die doet zijn werk vandaag. Deze video staat natuurlijk helemaal in het teken van deze startersbox. En het is natuurlijk wel handig om daar natuurlijk een gebruiksaanwijzing bij te hebben. En die staat hier in 7 talen. Achterop de doos. Maar zoals je ziet zijn er ook 2 QR-codes. Nou, en die QR-codes is How to Prepare Your Pallet. Nou, dat heb ik al verteld. En How to Prepare Your Setup. Het werkt als volgt. Je moet even naar de camera gaan op je telefoon.
En dan kan je die QR-code dus scannen. Nou, en hij geeft bij mij gelijk al YouTube weer. Dan klik je daarop en dan verwijst hij je zo door naar YouTube. En dan hoor je het muziekje. Dan hoor je precies en dan zie je precies hoe je dus deze setup moet prepareren. Nou, ik heb het al verteld in deze video. Maar mocht je er niet meer uitkomen aan de waterkant, dan kan je die QR-code ook gewoon ideaal scannen. We hebben er wat groters aan. En zoals je ziet, deze 9 voeten die bij me helemaal krom tot dat handvat. Het lijkt altijd leuk. Nou, kom maar mee. Een gewoon karpertje. De camera staat niet helemaal recht, maar ja. Wat moet je doen als je alleen bent? Sjors, die is er vandoor. Net zoals die andere. Klein en schattig. Ik denk dat deze vis zo'n 800 gram aan een kilootje weegt. En hij trok het hengeltje aardig krom. We gaan dit schatje terugzetten. 1, 2. Hoppiepidee. Zo, de hengel ligt weer in. Het zonnetje begint te schijnen. Het was echt een mega leuk karpertje. Wat is nou belangrijk voor deze visserij? Dat je met regelmaat ingooit. Ga nou niet een half uur zitten wachten dat het toppie een keertje krom gaat. Het beste is om een stopwatch bij te hebben. En je beetindicaties te lezen. Dus stel je voor dat je top iedere keer om de 5 minuten krom gaat. Ja, als je hem dan een keer 10 minuten laat liggen en er gebeurt niks. Ja, dan weet je gewoon dat je niet goed bezig bent. Dus eigenlijk een timertje meenemen is het allerbeste. Of misschien even je telefoon instellen, kan natuurlijk ook. Ja, en weet je wat het is? Ik kan gewoon genieten zo. Een beetje vissen, een beetje een vijvertje helemaal voor mezelf hebben. Ik vind het helemaal leuk. Krap, krap, krap. Oh, ik wilde de camera neerzetten om een aanbeet te filmen. Maar toen stond die top helemaal zo. Dit moet weer een karper zijn. Dat is altijd leuk. Waar is Sjors als je hem nodig hebt? Kijk hoor, 1, 2. Serieus. Maar goed, wel twee beten van twee karpers achter elkaar. Ik ben ervan overtuigd dat er dan meer moeten zitten. We gaan er gewoon nog proberen eentje te vangen. Ja, door dat bosje ben ik hem gewoon kwijt geraakt. De dag vordert, groter en sterker de vissen worden. Nee, nee, dit meen je niet. Nee. Ik heb deze serieus een keer boven zien komen. Toen dacht ik, volgens mij is het een kooiding geval. Ik heb serieus nog nooit een goudkarper, kooi, een groot formaat gevangen. En vandaag is het dan eindelijk zover. Hij is echt vet mooi. Moet je kijken. Oh, ik ben echt zo gelukkig. Ik ga inpakken en naar huis. Ik zou zeggen, koop deze starterspakket in de winkel. En ik zie jou de volgende keer weer op mijn kanaal. Doeg. We gaan hem vrij laten, deze beauty. Doeg, lieverd.